Dag beste kijkers, welkom bij de 15e aflevering van Sassendom TV. Ons is deze keer helemaal afgereisd naar Westmonte, naar het domein van de Kninewelders, om een bezoek in te brengen bij oogeet Christel. Goedenavond, wij zijn in het mooie Westenholte, het buitengebied van Zwolle, waar we even heen gaan naar Christel, de hoogheid van de Kninebelters. Even een klein vraaggesprekje, even kijken hoe of wat. Mooie dames, kun je ook niet te lang laten wachten, dus zullen we er maar heen lopen? Wiegel, kom op. Oh ja, wat ik nog even zeggen wou, ik heb mijn vriend Batse en Gert meegenomen. Dat is heel mooi, gezellig. Dat is altijd goed, kom en maar. Het was al wel feest in de bus. Telefoons die niet duurt kunnen. We moeten helemaal naar achteren toe, hè? Het is één laatste huis. Dan zet die auto hier helemaal neer. Straks even het verkeer dus. Ja. Nee, ik, mooie vrouwen ken ik van verre. Hallo. Ik heb begrepen dat je net aan het eten was. Het is net op. Net op. Oh. Ja, net op. Hoi. Mogen we even binnenkomen? Dus. Goedenavond. Het is net op. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hallo. Hans. Ach, ons. Hey, hebben jullie net gegeten? Ja, maar goed. Er staat niks in de brand hoor. We zijn de pannenkoeken. Goeiedag. Hebben jullie al gegeten? Ik denk van oh, we komen even een hapje mee eten. Dat is een dag. Het zit naast mij. Het zit naast mij. In ieder geval bedankt in ieder geval vast voor het lekkere kopje koffie. Het is jammer van dat je man vanmiddag vrij was, anders hadden we lekker mee kunnen eten. Maar ja, goed, die was weer vrij. Christel, als zes. Ik meende dat jullie er allemaal bij weg waren. En dan zijn jullie weer terug. Ik vind het leuk. Hoe kwamen ze er zo bij om jullie te vragen? In ieder geval om jou te vragen. Nou, ik denk dat ik dat zelf een beetje heb aangewakkerd. Dat, we hebben, even zien hoor, vorig jaar zijn we met de Haringavond hier in het plein. Toen waren we een beetje aan het geinen met Gerrie Schouten, de buurvrouw, en met Mirjam. Van, volgend jaar, dan mag ik wel komen hoor, kom maar. En dan, als er dan wat is, dan kunnen we dat mooi zo met z'n drie. Kunnen we dat doen? Dus we waren gewoon een beetje aan het lollen en eigenlijk doet het altijd al anders niet. Van, als er wat is, dan gaan wij dat doen. Hè? Ja, dat komt wel goed, dat vragen we elkaar. Maar ja, goed, dat heeft jij gehouden. Dus die stond hier eigenlijk vlak na de Haringavond al op de stoep. Zo van, nou, ik heb je horen praten. Hij zegt dus, kom maar op de brug. Ja, wat dacht je ervan? Nou ja, dus dat heb ik ook eigenlijk gelijk ja opgezet. Ja. Maar ja, toen kwam natuurlijk wel van, oh ja, nou ja, die ga ik dan heen. Ik kwam graag mijn zus erbij. Ja, en toen kreeg je natuurlijk een hele tijd niks van wie zou ik dan nog eens erbij vragen. Weet je, ja, nou ja. Ja, maar toen dacht ik van ja, Mirjam, weet je, dat wil ik toch wel met mijn twee vriendinnen doen. Maar ja, die hebben allebei wisselende diensten. Dus ja, dan heb je ook heel vaak weekenden, want dat zie je nu wel aan Aisha, dat ze er niet altijd bij zit. Dat ik zonder zit en dan word je met een oud vorst. Dus ik dacht, ja, dat vind ik niet leuk, want ik kies wel iemand die ik gewoon bij me wil hebben. En nou ja, toen kwam eigenlijk al heel gauw pa in beeld van, nou ja, weet je, pa die is er eigenlijk altijd wel en die kan eigenlijk altijd wel. Dus dan ga ik dat samen met mijn vader en mijn zus doen. En die zei gelijk ja? Ja. Nou, dus dat is in ieder geval al hartstikke mooi dat hij dat weet. Ja. Maar kun je dat een beetje allemaal combineren? Want je hebt natuurlijk een drukke baan. Ja. Bij een grote bank hier in Zwolle met een hele hoge toren. Ja. En je hebt drie kinderen. Ja. Dus heb je veel steun van je man? Die heb ik nog niet zo vaak gezien. Dus ik neem aan dat je die steun van hem hebt in het oppassen. Ja, absoluut. Dus ja. Hij is nu inmiddels is hij een keer of twee mee geweest. En dan heeft hij wel zoiets van, oh, ik vind het toch eigenlijk wel leuk.
Ja, hij is er ook niet mee opgevoed, dus het is ook anders. Hij heeft haar anders, viert hij zo'n avond als dat ik dat vier. Ja. Ik ken er ook wat dat betreft al heel veel van al die jaren dat ik natuurlijk al bij de carnaval heb gezeten. Dat heeft hij niet. Dus ja, hij zoekt dat toch wel wat bekende op, maar ja, dat is toch anders. Ja. Dan dat ik al echt uit dat carnavalswezen kom, zeg maar. Ja. En dan ben ik wel even een jaar of twee uit geweest, maar ja, dat valt niet op. Het is net alsof je er zo gewoon in die weg geweest bent. En wat is je plan? Is je plan om erbij te blijven? Ja, ik... Te kijken of je nou ja, meerdere mensen warm kunt maken, weer opnieuw. Want het liep eigenlijk een klein beetje terug met de Belgen. Het was rustig. Ja. Wat denk je van dat redden wij wel? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat we nu... ja, je moet gewoon hopen dat er ook wat jeugd, dat er gewoon wat... En dat hebben we natuurlijk een paar jaar terug al geprobeerd door die vrouwen ook in die senaat te krijgen. Ja, en dan merk je toch dat wat vrouwen betreft, ja, als de kindjes komen, je zit in een gemiddelde leeftijd, dat als de kinderen komen, ja, dat ze dan toch eerst voor de kinderen gaan. Dus heb ik ook die stap weer terug gedaan. Dat ik dacht van ja, dat wordt me te veel. Ja. Dus ja, je moet hopen dat je ook wat mannen betreft, jongens betreft, dat je toch een beetje die gemiddelde leeftijd een beetje... En niet te veel verplichtingen, hè? Nee. Want het voelt echt als een verplichting dat je bepaalde dingen moet en dat je daarheen gaat en daarheen gaat. Je moet de wagen doen. Ja, noem het maar op, wat er allemaal bij komt kijken. Dat je gewoon echt die verplichtingen niet zo strak hebt. Nou, dat een beetje rustig en gewoon met elkaar als leuk, want het is gewoon leuk, ja dan moet dat volgens mij gewoon prima kunnen. Ja, je hebt weinig, dus, weinig verplichtingen, want je hebt gewoon zelf gezegd van we gaan overal heen. Ja, naar de hoogheid betreft wel, maar als je zegt van volgend jaar... Dat je gek bent als je niet meer dat soort dingen doet. Hallo. We zijn afgelopen zondag zijn wij in Nijmegen geweest, waar jullie ook waren. Nou, ik denk dat we daar verschillende keer veel mogelijk hebben gehad. Ja, zeker weten. Ja. Dus dat, kijk, dat zijn en voor volgend jaar, dan kunnen we natuurlijk altijd zeggen van dat je de dingen uitpikt. Ja. Dat is leuk en interessant. Natuurlijk, maar dat doe je sowieso wel. Dat je zegt van nou, dat is een avond, daar wil ik gewoon echt bij zijn. Dat vind ik geweldig. Ja. Dus, En voor Angela, geldt voor Angela ook dat ze er weer bij blijft? Of heeft u zoiets van, ik heb nog een drukke baan en ik heb niet een bedrijf van huis. Angela, die is ook echt als president erbij. De ondersteuning van Christel. Ja. Niet meer en niet minder. We hebben het er eigenlijk niet over gehad, maar ja, die zit er ook anders in. Ik zie het ook niet direct gebeuren dat ze dus doorgaat. En voor het knuffelen, geldt daar hetzelfde voor of gaat dat weer te kriebelen? En, kriebelen, kijk, ik ben natuurlijk altijd wel naar de carnavals in het weekend mee geweest. En dat blijf ik ook doen. En de vereniging, nou, dat is in principe dus voor één jaar. Okay. Maar goed, ik heb altijd wel gezegd van als er een keer wat is waar ik bij behulpzaam kan zijn, dan ben ik niet de broer om mee te houden. Dus we zien denk ik daar geen zorg naar de griep meer in de zon. Eindelijk is het weer gelukkig. Nee, maar hoe die andere weer? Die Piet Piraat. Nee, Jack Sparrow. Die bedoel ik, Jack Sparrow. Maar zo kan. Ik heb het mijn Griekse pak, die heb ik nog altijd. Oké. Okay. Nou ja. Maar dat is. Nee, ja goed, ik weet niet waar we allemaal in het weekend van. Dat gaan we dan straks nog even doornemen. Want ik vroeg mij al af of die papieren voor ons waren. Nee. Of is dat voor om te laten zien van nou, we zijn toch nog wel een beetje bezig met. Ik ben een hartstikke partij belangrijk natuurlijk, dus ik heb al die papieren. President zijn dit. Ja. Maar ik heb dus Tian Christel gezegd van, om dus te zorgen dat ze er nu is. Het programma even doornemen met de bezoeken die we moeten gaan afleggen op het weekend. En ze moeten natuurlijk wat speeches voorbereiden. Daar kan ik misschien nog een beetje met raad en daad behulpzaam zijn. En ja goed, dat was eigenlijk de planning voor vanavond dan even. Ja, en het weekend was dan, of in het carnavalsweekend, druk. Ja, de aanstaande weekend is toch natuurlijk hartstikke druk. Vrijdagavond begint het al. Ja, vrijdag. Zaterdag, middag, zaterdag, avond, zondag, middag. Zaterdagmiddag, dan is dat? Bestevaartjes. Ja. En dan, zaterdagavond. En dan zondagmiddag de radio. En dan gaan we eigenlijk gelijk door, want we hebben ook nog van de Amakers ook de jeugdproces. Die zondagmiddag aansluitend. Okay. Dus dan gaan we door. Ja, dus we hebben een vol weekend. Dan kunnen wij helaas niet heen, want we moeten de verplichting afgesproken bij de biathlon. Dan heb je dan nog een kabelbeurs. Ja. Oh, dat is zondag nu. Zondag. Oh ja, daar ben ik vorig jaar toen een keer geweest. Ja. Dus dat. Nou, en wat wou je zeggen, Ronald? Nou, ik vind die mensen anders. Maar ik vind dat van die carnavalsbeurs, daar hebben we wel vier keer wel ingestaan in de diverse kranten. Dus dat ze dat misschien
via een andere regeling doen. Want als je dus de stukjes ziet die ik in de kranten zie, die staan verder van de vereniging. En dat vind ik het maar bedroefd. Ja, ja goed. Kijk, Sander Wijn, de Sassenbond TV, die opent een groot portaal natuurlijk. Ja. En dat is met die mensen ook. Er zal wel iemand achter zitten die, die wat ingangetjes heeft. Ja, nee, dat gaan we zo. Daar gaat het niet om. Ja. Het is alleen maar mooi dat er weer een beurs is. Ik denk dat je je kleinzoon even moet oppakken, opa. Want, en de fles erbij. Ja, dan zit hij weer en dan wil hij weer weg. Ja, dan laat je hem achterdoor. Zit erbij. En we hebben de telefoon en een bakje koffie wil hij. Ja. Maar dus het is, qua werk is dat allemaal het combineren. Je werktijden... Jawel, jawel, dat wil wel. Want ik werk gewoon door de week. En ik kan mijn eigen dagen kan ik, zeg maar plannen, welke dagen ik wil werken. Dus in het weekend heb ik niks. Oké, dus dat is gewoon... Nee, dat is hoog. Nee, dus in het weekend heb ik niks. Oké. Nee. Hoe vinden de kinderen het? Ja, die vinden het geweldig. Ja? Ja, ik probeer nu wel, omdat je natuurlijk nu merkt dat je nu heel veel hebt. Nou, afgelopen donderdag natuurlijk naar Prinses Ster, dus op donderdagavond. Kinderen moeten de volgende dag naar school. Ja. Nou, daar heb ik ook gezegd, nou weet je, dan ga ik niet thuis doen. Ga ik naar Parama toe. Kom maar. En dan kleed ik me daarom, want dan is het, weet je, Cindy komt altijd mijn haar doen, dus dan, ja, dan is het best wel een happening hier en de kinderen helemaal druk en je ziet het. Het loopt heen en weer en het schreeuwt en het roept en mama, mama. En dan zit ik hier in mijn jurk bij die keuken, dan doet ze mijn haar, nou dan hangt die hond erin. Nou, dan komt meneer er weer aan, dan moet hij weer op schoot en dan heeft zij weer wat. En nou, dat is, het is heel gezellig, maar dan moet je wel gewoon op je gemak kunnen doen. Ja. Dus, als ik dan afgelopen zondag zie en ik zit er met die statiefoto die we normaal gedaan hebben, ik denk dat het wel een leuke ploeg is, ja, als ik jullie allemaal zo zie. Ja, als zeker weten. Als het een klik is met, ja, met de meesten. Ja, ik vind het echt een leuk groepje hoor. Nou, we hebben nu een nieuwe hoofdheid erbij, dus van de geluksgroep zijn we nu. Ja, Peppy en Kokkie. Ja. Bonkie. Bonkie en Kokkie. Kokkie. En Schieter. Ja. Dat dacht ik dat dat betekent. Dat zei Tess altijd, hè? Die, als je dan een snotje had, dan kwam ze aan mannen, ik heb een bonkie. Bonkie. Nee, we gaan reclame maken. Nee. Maar ik denk ook met de stadsprins. Ja, maar ik vind sowieso, ik vind het allemaal, van wie, of wanneer was dat nou, die foto? Maandag? Ja. Maandag was dat. Nog even met Stakletsen ook. En hun waren natuurlijk zondag niet in Nijmegen. Nee. Ja, hun hadden een dag, waren ze ook net zoals ons eigenlijk, vertrek ochtends vroeg en ook s'avonds weer laat. Dat is nog wel eens ja, de Rijnboog. Ja. Maar dat is de reis op de Rijnboog. Ja. Oh. Nou, dat hebben ze ook heel leuk gehad hoor, zei ze. Dus, ja. Was het natuurlijk wel leuk geweest. Als ze ook mee lagen geweest, dan ja, dan heb je wel echt, dan heb je wel echt een compleet clubje. Ja, ik dat was ook een vraag in Nijmegen. Want ik heb op een gegeven moment stond ik in Nijmegen, dat was wel leuk, in, die, in de Waag, hoe heet je dat? Ja. Waag, hè? Ja. Toen stond ik op een gegeven moment, toen zei ik tegen een paar van, ik zei nou, ik wil nog wel even met die op de foto. Een mooie vrouw, een mooie prinses ook, en een mooie jurk had ze aan. En, nou ja, Jaap die was er ook bij, dus die regelde dat meteen. En nou, toen zegt ze, ja, dat was dan een paardje. Nou dus die man die kwam erbij, dat bleek de stadsprins uit Utrecht te zijn. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. Oh ja, ja. Dus, dat was die dame denk ik met die stijve kraag. Ja, ja, met die, ja, ja, we stonden ook achteraf, want kwamen we elke keer later tegen. Op het podium stonden we vlak bij elkaar. Ja, die hadden het echt druk met foto. Gewoon iedere keer hadden we hem op de foto wel op plaats. Ja. Mooi, waarom weet ik niet, maar iedereen wilde hem op de foto. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ik wou het ook. Hè? Ja. Ben jij op de foto geweest? Ja. Nou, ik zou zeker mijn dochter op de foto. Nee, maar Nijmegen, dat was, was inderdaad, dat was een... Ja, ik vond het erg gezellig. Absoluut. Ja. Ja, zeker weten. Je kon ook echt zien dat het gratis drinken was in de Waag. Nou, we stonden dicht bij de bar. Hè? Ik moet wel zeggen dat die afterparty vond ik eigenlijk het allerleukste van allemaal. Dat was echt heel gezellig, dat was het heel onderling. Dat was te laat? Ja, nou eigenlijk vlak nadat jullie denk ik. Vijf uur? Ja. Over vijf uur, over vijf uur. Toen de zaal was afgelopen. Want daar waren eigenlijk... De volgende zaal, toen begon in die bijzaal, begon het afterparty. Ja. Ja, maar dan begint voor ons, onze regisseur begint dan eigenlijk pas het werk, hè? Ja. Het filmen dat is hartstikke leuk, maar dan, daarna krijg je pas hetgene dat alles gemonteerd moet worden, geplakt moet worden. Er moet muziekje onder, er moet een tekstje onder. En ja, daar staat gewoon hartstikke druk mee. Dus ja, dat was voor ons tijd om naar huis te gaan. Ja, ja. Ja, ik had hem op dat moment wel een beetje hangen hoor. Dat ik dacht van, ik ben ook wel een beetje klaar hoor. Ja, ja, dat gebeurde in de Waag, dat vond ik op zich ook het minste van de hele dag. Dan moet je dat officiële gedoe, moet je een paar pulsjes klonken, maar verder dat... Nou, het was heel officieel allemaal. Ja. Dus die gezellige losse sfeer, dat had je pas daar...
zaal waar iedereen was, zeg maar. Dat het gewoon leuk, dat je met elkaar... daar was het gewoon echt verplicht allemaal. Ja. Nog even over jullie programma. Wat hebben jullie zelf nog allemaal voor de boeg? Van onszelf hebben we eigenlijk alles achter de rug op mijn eigen receptie na. De haringavond. Ja, maar ja, dat is dan niet. Ja, ja dat is. Jouw receptie is de 30ste van januari. En dat is 's ochtends vanaf 11 uur hier thuis. En dan tot 12:15 uit mijn hoofd. Dan gaan we richting het Petuniaplein. Dat is wel 2 straten ver. Ja, ja. Dus dan gaan we met volle ornaat gaan we daar naartoe. Wat heb jij daar? Snoepje. Dus dan gaan we daar met de hele pups naartoe. Nou, dan gaan we het embleem hangen. En dan gaan we lekker een borrel drinken in het plein. Dat is 3 stappen verder. Dus dat is van Petuniaplein naar Petuniaplein. Nou ja, en dan is het eigenlijk, de eindtijd is niet echt bekend, hè. Dus dat is gewoon lekker gezellig. Want voorheen hadden we die kindermiddag natuurlijk aansluitend. Ja, ja. Ja, dat is niet meer. Dus nu blijven we lekker hangen op het plein. En, maar je zegt de receptie thuis. Ja. We hebben 13 verenigingen, stel dat ze alle 13 komen met 3, dat is 39 man, plus dat er nog wat bestuursleden mee moeten komen, want er mag nooit iemand alleen. Ja, wat kontjes schuiven hier. Nee, we hebben waarschijnlijk een, we gaan volgende straat, komt er een grote tent staan. En daar gaan we ons in vertoeven. 1, 2, 6 ja. Uur? Nee. Je bent klaarmaken. Nee, nee, die Karin en Dirk die wonen lekker groot, hè? Dus die hebben een hele grote tent. Ja, okay. Dus die gaan we hier gewoon neerzetten en die komt in de straat. Dus de buren weten dat nog niet, dus bij deze. Die zetten we even af voor 2 dagen. Dus dan komen we gewoon lekker voor in de straat. Want ja, dat is hier niet te doen dan, in een klein huisje. Nee. Dat past niet. En dan heb je dan nog een woontje drinken. Ja. In de plein. En dan heb je nog een aria. Die hebben jullie hier zelf in Westenholte? Of pakken jullie in de stad mee? Ook op plein. Ook op plein? Ja. Ook in de caféplein? Ja, caféplein. Daar hebben we dan de haringhaal. Het begint om 8 uur. En dan doen we altijd het embleem weer naar beneden. Het gaat dan weer naar beneden. Nou, en dan hebben we eigenlijk onze laatste haringavond. Dus dat tevens steek of muts of met voor de hoogheid, ja. Voor de hoogheid. En dan als de hoogheid de steek heeft, dan gaat de rest ook. Dat is het ook af. En dan is het voor jullie carnaval gebeurd. Ja. Nou, ik denk dat wij genoeg weten over Christus. Ik ben alleen nog vergeten, mag ik dat vragen? Je leeftijd. Nou, wat dacht je? Heb je mijn proclamatie gelezen? Nee, ja, wat ik lees, ik zeg nee. Ex-hoogheid. Nou. Ik ben net zo oud als de vereniging. Nou, dan weet dus iedereen al dat de vereniging zoveel jaar bestaat. Ik heb er eentje tussen mijn benen dit. Ja. Hi. Ja, dat is eventjes gewonnen. Ik hoop dat jullie oprecht een heel mooi seizoen zelfs afmaken. Veel plezier. Ja, doe de groetjes aan Isla. Ja, doe maar. Jammer dat ze er niet bij was. Komt hij daar boven die tafel. Nou, Wiegen. Je hebt het gezien en gehoord. Nou, Wiegen, ik ben Kleur. Ik zal netjes afscheid nemen van Christel. Het was gezellig. En, tot vrijdag. Goedemiddag. Tot de volgende keer. Oh, een kus. Dag. Lekker snottebel. Wiegen, we zien het weer. Tot de volgende keer, hè. Doeg. Maar dag. Doe maar zwaaien. Dag.